Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een gloednieuwe Polybridge. Jullie hebben gezegd, doe meer Polybridge, doe meer de oude games die je leuk vindt. Dus League of Legends, War Thunder, Polybridge, Simple Plains, Totally Accurate Battle Simulator. Ik vind het helemaal prima, we gaan beginnen. Snowdrift, ik heb er nog niks van gespeeld, zie je ook, alles is wit. En we gaan kijken wat we hebben. En mijn autootje A1, die moet dus daarheen, maar deze moet ook daarheen. Huh? Oké. Ik denk dat we deze heel ver laten springen dan. Toch? Zoiets? Ik heb geen idee of dit gaat lukken, jongens. Dat is een beetje mijn standaardwoord bij deze serie. Ik heb geen idee of dit gaat lukken. Oké, zou dit lukken? Even kijken hoe ver die komt. En... ja, die haalt het. Oké, dat is mooi om te weten. Dus de rechterkant is goed. Alleen dan moet deze dus een loop maken. Ja, doen we. Maar moeten we het niet moeilijker maken dan het is. Voor mij is dit genoeg. Denk ik. Hoop ik. Weet ik niet zeker. Nee, ik wil geen split joint. Dit haalt hij ook zeker net niet. Oh, dat is zuur. Kom, weg. En hoppakee. Alles haalt het behalve deze? Zo dan. Zo haalt hij het wel. Oké, dan is het goed. Ja, een touwtje of zo, denk ik. Ik weet niet of het gaat lukken. Je zit erop. Ga eraf. Ja? Ja! Hoe dan? Hè? Dat was de meest rare dans ooit. Volgende level. Binnen budget. Het begint gelijk goed. De triple split. 18.000, dat is niet heel veel. A1, A2, A3. Maar wat is de volgorde? Allemaal tegelijk? Oké. Ja, maar de vraag is... huh? Hoe gaan we dit ooit doen? 18.000, dat is nooit genoeg, vriend. Oké, A1 die moet eerst daarheen. Dus dat redt hij. En dan moet hij heel snel opgetakeld worden, denk ik. Ik ga geen split joint doen. Hoe moet dit dan? Oké, alles weg. Oké, gewoon een normaal bruggetje. Dan is die wel bij A3, maar die moet eerst al omhoog. Maar je kan geen hydraulics en split joints doen. Maar die auto, politieauto, die gaat toch gewoon dwars doorheen? Of moet je het dan kapot maken als je draait die omhoog... Hè? Ik doe ook maar wat. Ik weet het ook niet. Ja. We zitten nou al bijna op ons budget. We moeten dit hele stuk nog doen. Dat gaat zo verschrikkelijk kapot. Hoe doe je dit? Dit is fucking moeilijk. Ik denk dat ik deze ga skippen zo meteen hoor. Zonder hydraulics? Ik ben al over budget heen. Dan maar hopen dat het zo meteen kapot gaat of zo. De eerste gaat daarheen. What the fucking fuck? Hoe de hel moet... Oké, hier ga ik echt niet uitkomen. Ik ga deze skippen jongens, sorry. Op naar de volgende. Looper. De A moet naar A1, A2 en dan naar A. Oké. Dit gaat zo verschrikkelijk hard instorten straks. En daardoorheen graag zo meteen. Dit zou het moeten zijn, maar ik heb... Oh, ik heb 75.000. Dat is wel heel veel. Oké, let's build. Het ziet er tot nu toe redelijk stabiel uit. Als in, dit gaat niet direct instorten. Alleen, hoe we die looping gaan doen... Ik heb ook geen flauw idee hoe snel die auto is. Dat werkt ook niet mee. Mooi is anders, jongens, maar goed even op deze manier. Want anders lukt het totaal niet. Het enige waar het om draait is dat het zometeen niet instort. Oeh, hij was er bijna. Oké, waar ging het fout? Hier. Dus we moeten hier iets meer stevigheid maken dan. Lijkt mij. Hij was er wel bijna. Zagen jullie dat? Shit, dat gaat ook niet. Zo. Laat dit het dan zijn. We hebben hem! Helemaal tof! Oké, volgende. Een hydraulic jump. We beginnen met A. Die gaat daarheen. En dan naar C voor dit monster truck. Oké, dus A moet daarheen. Maar dan willen we naar C. Dit is niet zo heel moeilijk volgens mij. Wat we doen... Ja. Dit gaat helemaal goed komen. Let op. Wat we doen is... ik denk hier... Oeh, nee, dat wil helemaal niet. Dat wil wel. Dus we het zo doen. Vanaf hier omhoog. Ja. Dan mag dit even dicht. Zo. Maken we een doodnormaal bruggetje van, alsof er niks aan de hand is. Oh, eentje naar beneden. Zo. Vanaf daar gaan we zo meteen splitten. Eén staal hier naartoe. Dan moet die losgaan. Die moet zo meteen omhoog gaan. Aha, maar even wat verder als het even kan. Hij wil niet verder. Boeh! Wat als we zeggen, we doen hier een klein beetje contract zo. En dat doen we bij deze ook. Wat zou er dan gebeuren? Hoe ver zou hij dan komen? Oh, ik zie het. Dat werkt inderdaad niet. Dat komt door deze en door deze. Shit. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Ja, ik denk dat we het toch anders gaan doen. Ik denk dat ik deze hier aan vastleg. En hem hier omhoog ga pompen. En niet bij deze. Dat vind ik dan onzin, dat hoeft dan niet.
Hier zetten we gewoon een normaal houten blokje neer, maar dat boeit ook niet. Ik denk dat deze weg mag. En dan kunnen we nu, als het goed is, wel kijken wat hij doet. Ga er de lucht in. Oh ja. Huh? Oké, dat snap ik niet. Oh, shit. Oké, misschien was het toch niet zo'n hele makkelijke. Achteraf gezien. Tenzij we alles weghalen en we zeggen... Yo, luister, vriend, zwaar. Wat we doen, want dit ding komt er wel. Als we de juiste hoeken maar eenmaal hebben. Kunnen we natuurlijk ook gewoon gelijk zo doen. Even op G drukken. Nog een keer op G drukken. Ik zie de lijntjes helemaal niet. Zien jullie de lijntjes? Zien jullie de lijntjes? Kijk, ik dacht zo. Waarom zouden we niet gelijk goed doen? Want die bus die heeft toch niet zo heel veel snelheid volgens mij. Dus die kunnen we prima zo... Ja, dit is hem! Cool! Ik zie het al helemaal voor me, jongens, hoe dit gaat lukken. Veel makkelijker dan wat ik net deed. Hier gaan we het mee ownen, hoor. 100%. Zo. Hop. En dan doen we deze. Die doen we dan contracten. Even kijken. Of die bus, zou die het redden? Ja, perfect. Kijk. Oké, dat is dan te veel. Dat hoeft dan niet zoveel. Dus die kunnen we nu op... even kijken, hoeveel zit die? Contract. 16%, denk ik. Oké, dat was ook gelijk de road. Nou, fuck die shit. Let's do this. Oh, nail dit. Rijden. Hij komt niet hoog genoeg, het stomme ding. Waarom komt hij niet hoog genoeg? Wat is dit voor onzin? Oké, change of plans. Hij komt gewoon niet hoog genoeg. Hij heeft er geen zin in. Dus ik denk dat dat hoeft volgens mij niet. Ik denk dat als we het nog hoger doen zo. Ja, en dan gaat deze gaat weg. Dat hebben we allemaal niet nodig. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het autootje daar overheen... Ik moet even kijken wat het autootje doet zo meteen. Ik heb namelijk geen flauw idee. Oké, als het autootje nu gewoon niet al te snel gaat, laat je vallen. Perfect. En nou de onze truck. Hey, binnen budget. Doet die even. Gewoon gefixt. Volgende level. Laatste level. De dumpsloop. What the fuck? 60.000. Ah, dat is te doen, denk ik. Zo dus, right? Ja. Volgens de recht van de bruggenbouwer kunnen wij het allerbeste er een boog van maken. Dat zou er ongeveer zo uit moeten zien. Hier doen we dan twee breed. Ja, dat komt echt prachtig uit. Ja, je gaat daarheen, dus een beetje meer zo. Rare brug, maar dat geeft niet. Dan gaan we alles met elkaar verbinden. Maar hoop ik dat vervolgens dat dit houdt. 42. Krappie. Zou deze boog het houden? Zou het sterk genoeg zijn? We hebben nog best wel veel budget over, zie ik in één keer. Ja. Dan moeten we dit allemaal gaan verbinden, zo. En we zitten al over budget heen. Uh-oh. Oké, ik ga dit even gauw blijven verbinden. En dan hoop ik dat dit zo meteen houdt. Ja. Nou, dit wordt nog krap ook. Oh, dit is wankel, jongen! Oh, dat redt hij nooit. Oké, dus dit werkt niet helemaal. Oké, dan gaan we dit weghalen. Die boog, dat was dus niet helemaal... Dat je zegt zo. Wat nou als we het dan hier naar beneden gaan doen? Dit wordt de lelijkste brug ooit. Maar dat geeft niet. En dan even wat dingetjes verbinden met elkaar. Eigenlijk alles met elkaar verbinden, dat is het beste, denk ik. Het is nog best over nadenken dit, hoor. Dit is niet zo... Ik wil niet zeggen dat de stiel op is. Dan ga ik niet meer kort. Dat mag niet. Shit, that's too far away. Ja. Oké. Nou, het onderste stuk van de brug is klaar. Waar net een boot doorheen kan. Maar we zitten nu al op... ik weet het niet meer. Als jij het wel weet, laat in de reacties achter. Laat ook even een like achter als je wil. En dan gaan we gewoon de volgende keer verder met deze constructie. Dat gaat vast een keer lukken, denk ik zo. Heel erg bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet even te abonneren op DDG. We hebben heel veel dingen zoals Kingdom. We hebben dingen zoals dit. We hebben dingen als hier een livestreampje. We hebben ook nog een Minecraft-kanaal. Ik heb een Minecraft-kanaal. Dus check het gewoon eventjes. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video van Polybridge. Later.